Een hele goede morgen, jongens. We staan hier vandaag weer in het Walnut hoofdkwartier. En ik moet nog steeds deze grote stinkboom hier weghalen. Maar wat leuk dat jullie er zijn! We zijn weer in Content Veen seizoen 2. Ja, en een half. En ik heb een enorm leuke planning vandaag, jongens. Ik wil meneer KB en Justin uitnodigen. Voor een spannend leuk bedrijfsuitje. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst deze stomme boom hier weghalen. Die staat hier al veel te lang en ik irriteer me er helemaal rot aan. Gewoon irritante boom. Zo, dan gaan de blaadjes vanzelf weg. En dan hebben we hier een barrel met een lege sign erop. En ik ben benieuwd wat erin zit. Oh, nee, wat is dit? Oh, wat is dit, jongens? Nee. Oh. Rick. Man. Ik denk, ik krijg een cadeautje. Ik denk, nou, een cadeautje. Ik had wel verwacht dat het weer wat doms zou zijn. Maar ik had niet dit verwacht. Rick. Wat is dit voor vieze honingkamer van jou? We hebben hier een boekje. Wat is dit? Beste Max, ik... Meneer KB, dit is niet meneer KB geweest. Dit is een karma-prank van Rick. Ik, meneer KB, hoorde dat u groot fan bent van die knappe, grote YouTuber Rick Force. Daarom wou ik graag een kleinigheidje voor je achterlaten. Daarom hier allemaal hoofden, zodat je altijd bij hem... Zodat je altijd bij hem bent. Nogmaals, ik heb dit niet gedaan, a.k.a. meneer KB. Oh, ik heb dit gedaan. A.k.a. meneer KB. Niet die leuke, knappe Rick Force. Die zou dit nooit doen. Veel plezier ermee. Groetjes KB. Abonneer even op... Ah! Rick, jongen. Weet je, ik weet dat Rick dit is. Maar we gaan een klacht indienen bij meneer KB. Want hij wordt hier van... Hij heeft dit blijkbaar gedaan, volgens Rick. Eigenlijk weten we dat Rick het is, maar we spelen er even op mee op in. Wat een vieze kamer dit. En ik kom er ook niet echt uit, want die irritante honingblokken... die zorgen ervoor dat ik vastzit. Wat irritant! Jongens, we zijn heel goed teruggeprankt. We zijn enorm goed teruggeprankt, maar dit kan niet ongestraft. We gaan nu een bedrijfsuitje houden, maar daarna moeten we Rick wel weer terug. Misschien kunnen we tijdens het bedrijfsuitje Rick pranken. Maar voordat wij Justin en meneer KB kunnen uitnodigen, moeten wij ons even omkleden. En zo zijn wij omgekleed naar onze butlerversie. Jongens, meneer KB en Justin geloven nog steeds dat ik een butler heb. Althans, ik denk niet dat ze het ooit geloofd hebben, maar we doen nog steeds alsof we een butler hebben. En eigenlijk ben ik zelf de butler. Maar laten we in butlervorm even naar hun toe gaan en een uitnodiging heel formeel versturen. Dat ze zijn, ja, uitgenodigd tot het hoofdkwartier hier. Voor een leuk bedrijfsuitje. En laten we beginnen bij het vakantiepark van onze heer Justin. Justin? Dat ben ik. Goeiedag. Ik keer terug de butler van Walnut. Oh nee. Ja, het hoofdkwartier. Ja. Je bent bij deze heel formeel uitgenodigd om deel te nemen aan een bedrijfsuitje. Echt? Bij het hoofdkwartier van Walnut. Dus hij verwacht je daar binnen 5 minuten. Ben je dat niet, dan zal hij helaas moeten ontslaan. Het is erg serieus wat hij gaat. Ja, ik verwacht dat je nu gaat. Nu. Ja, maar 5 minuten is nog. Nu, niet nu. Ja, maar het is wel langer dan 5 minuten lopen. Ja, dat is ook waar. ik was bezig, maar ik kom... Ik verwacht je binnen 4 minuten. Ja, ik ben onderweg. Je bent niet onderweg, je bent kisten aan het openen. Ja, ik heb inventory vol, surpie. Oké, okay. Ik ga naar de betere collega, meneer KB. Die heeft... Wie is dat? Hebben we spionnen hier? Daar lijkt het wel op. Ik ga naar de betere collega, meneer KB, en ik ga hem ook uitnodigen. Ja, kijk of hij wel tijd heeft. Oké, Justin is uitgenodigd. We zijn nu aangekomen bij meneer KB zijn grote ranch die hij hier heeft. Ik weet niet hoe je het moet. Ik denk dat je het een ranch moet noemen. Het is echt een mooi huis. Ik vind het huis heel leuk. Hallo? Hallo? Ben je thuis, chefkok? Zeker, zeker. Ik ben druk aan het werk. Ik ben druk aan het werk. Je bent druk aan het werk. Ah, daar ben je. Hey, als dat de butler van de opperbevelhebber niet is. Ja, ik butler van Walnut genaamd Peter. Peter, ben hier om jou uit te nodigen. Kunnen we even ergens zitten? In de keuken kan wel. Ja, misschien zelfs nog wel wat te eten voor je ook. Oh, lekker. Kijk, heb ik hier? Een kipje van Sky. Het is een erg lang gesprek dat we hier moeten hebben. Je bent bij deze uitgenodigd voor een bedrijfsuitje bij Heer Walnut. Zijn prachtige bedrijf natuurlijk. Oh, Walnut, wat leuk. Walnut & Co. Wat leuk. Dat was hem. Oké, maar nu je er toch bent. Ja. Wil je, even kijken. Ja, ik heb hier iets wat je eigenlijk even moet testen. Kan dat? Ja, tuurlijk joh. Ik ben bezig met een nieuw recept. En ik wil even kijken of dat een beetje bevalt. KB's experimentele taartje. Ik heb alleen nog niet zo'n honger. Oh. Weet je, ik geef deze wel zo meteen aan Walnut. Het is wel leuk dat hij het proeft. Weet je? Ik bedoel, hij is veel leuker dan ik en zo. Dus ik geef het zo meteen aan Walnut. Ik zie dat je ook een plusje op je... ik ben Chef Kok Plus. Hè, dus er moet er wel een plusje bij. Ik ben Chef Kok Plus. Het plusje is erbij gekomen. Hey, ik verwacht je daar binnen 2 minuten. Twee minuten? Langer krijg je ik ga rennen joh. Ik ga rennen. Nou, ik zie je daar. Oh nee, wacht, Walnut. Nee, we gaan nu dezelfde kant op. Ja. Het voelt zo stom dat je dan gedag zegt en dan dezelfde kant op loopt, denk je? Oké, ik zie je niet daar, Walnut, zie je daar. Ja, oké. Doei. Joe. A few moments later.
Zo, we zijn aangekomen in mijn hoofdkwartier, jongens. In mijn kantoortje. We hebben hier nog steeds taarten van meneer KB. En de nametekst daar beneden te zien, zijn ze er allebei. Dus laten we ze even formeel begroeten. Ja, of ze mogen omhoog komen. Ik bedoel, ze werken hier. Dus ze kunnen zelf ook omhoog komen, natuurlijk. Ik wacht ze wel gewoon rustig hier op. Ik wacht ze in mijn kantoor op. We hebben mijn normale outfit weer aan. We hebben gewoon mijn masker afgedaan. En we zijn nu gewoon weer normaal. We zijn geen butler meer op het moment. Nee. Maar binnenkort een toernooitje, hè? Toernooi? Ja. Nog steeds beter. Maar hoe, waar zijn de petjes? Die heb ik niet. Oh. Dat stond nog in mijn contract, maar het stond erbij dat ik de... Hé, hey, ik was even aan het uitleggen. Nee, maar ik heb alleen pingpongballen. Hé, jongens, ik zie dat jullie het gehaald hebben. Ja, we waren even deze prachtige pingpongtafel die ik had gebouwd even... Een pingpongtafel. Die alleen is een speciale pingpongtafel. Hoe werkt die? Ja, er zijn nog geen bedjes. Oké. Okay. Maar je moet dus op de tafel staan. Oké. Okay. En dan? Ja. En dan is het gewoon... Ja. Nou, foute surf gelijk. Ja. Zo, weet je, ik zal al beginnen. Ja, begin je maar. Tot ie. Oh, hij stuit het ook echt. Dat is wel heel cool hier. Tonk. Ja, punt. Hoezo nou in de punt? Ik snap jouw pingpongversie niet. Ik snap jouw pingpongversie niet. Nou, oké, maar niet. Oké, jongens, welkom. Hier krijg je je pingpongballetje even terug. Ik zal ze daar gooien. Ik heb meerdere dingen die ik wil delen. Voordat we een bedrijfsuitje gaan doen. Ik heb een leuke planning voor vandaag. We gaan echt heel veel dingen doen. Ik ben erg benieuwd. Het is echt... jullie hebben nog nooit zo'n leuk bedrijfsuitje meegemaakt. Laten we eerst even naar mijn kantoor gaan. Ik heb nog steeds de taarten niet op. Ik vind ze zo lekker. Ik bewaar ze echt voor elke dag één hapje, weet je. Goed zo. Ja. Maar ik heb ook zo te zien een nieuw experimenteel taartje gekregen van mijn butler. Ja. Het is een nieuw recept. Ik ben er nog een beetje mee bezig, maar misschien smaakt het wel. Ja, dit is het eerste gerecht wat je gemaakt hebt sinds je de plus hebt, hè? Ja, dit moet goed zijn. Dit moet goed zijn, inderdaad. Mag ik proeven? Nee. Ja, weet je wat het is, Justin? Ja. Ik heb sinds dat jij hier werkt, je bent zelfs een demotie gehad. Of een minuut, je bent gedemoveerd, maar... Yeah. Promoveerd, gedemoveerd. Alleen je hebt nog niks gedaan. Trouwens, je hebt een pingpongtafel. Ja, oké. Dan, voordat we dit gaan doen, hebben jullie het grote gat gezien beneden in de lobby? Ja, ik viel er bijna in. Jij viel er bijna in. Ik heb daar een boekje bij gekregen, die zal ik even voorlezen aan jullie. Beste Max, ik, meneer KB, hoorde dat u groot fan bent van die knappe grote YouTuber Rick Force. Nou, dat klopt inderdaad. Dat is goed opgevallen. Daarom wou ik graag een kleinigheidje voor je achterlaten. Daarom hier allemaal hoofden, zodat je altijd bij hem bent. Nogmaals, ik heb dit gedaan. A.k.a. meneer KB. Niet die leuke knappe Rick Force. Die zou dit nooit doen. Veel plezier ermee. Groetjes KB. Wat heeft dit te betekenen, KB? Ik denk dat je plusje verdwijnt. Wat heeft dit te betekenen? Ik ben gewoon sprakeloos. Ja, ik ook eerlijk gezegd. Ja, ik ook. Teleurgesteld. Dit heb ik niet gedaan. Kan je dat verklaren? Ja, het staat toch echt zo zwart. Groetjes zelfs. Er staan zelfs groetjes inderdaad. Dat is precies hoe jij groetjes schrijft. Echt? Ja, maar dat... Met een G. Ja, moet toegeven, dat heeft hij wel goed gedaan. Maar ik denk dat hij mij een beetje probeert zwart te maken hier zo. Ik zou dit natuurlijk nooit doen. Nee, ik ben chef. Okay. Ik graaf geen gaten. Nee, oké. Okay, dat klopt. Daar heeft hij een goed punt. Hé, dan geloof ik dat. Dan bij deze kunnen we het boekje... Heeft een aansteker. In het afval gooien, oftewel aan Justin. Wat ga je ermee doen? Hoe? Nee! Mijn glas! Ik breng gewoon de tent af hier! Ja, nee, ja. Je breekt gewoon het glas. Hé, een creeper trouwens daar beneden. Doet er niet toe. Maar, oké, bedrijfsuitje jongens. Ik wilde, voordat we gaan, wilde ik nog een pingpongtoernooi doen. Alleen nu ik zie hoe de pingpongtafel werkt, weet ik niet of dat zo leuk gaat worden. Hoezo nou niet? Ik heb het heel goed uitgelegd. Misschien is dat iets voor de volgende keer als we bedjes hebben. Ja, we zien als we bedjes hebben inderdaad, dat we dat kunnen doen. Hey, ik wilde eerst even langs bij Justin zijn vakantiepark. Wilden we even inchecken en dan kunnen we daar overnachten en misschien een leuk avondje hebben met z'n drie. Overnachten. Okay. Ja, gezellig. Ik weet niet of je een huisje vrij hebt. Ja, allemaal. Nou, dat jij niet zoveel klanten op. Alleen, niet echt een goed verkooppraatje dit. Nee, klopt. Maar, dan checken we zo meteen wel bij de balie bij jou. Ja, nee, is goed. Inchecken bij de balie. Dat, je hebt toch wel een balie, denk ik? Ja. Ja? Mm-hmm. Oké. Okay. Daarna wilden we even bij onze aardsvijand langs Rick Force. Om daar even een leuk cadeautje achter te laten, weet je. Het is een goede dag vandaag, weet je. We zijn in een goede sfeer. We gaan wat leuks achterlaten. Wat vooral profiterend voor ons is, niet voor hem, oké? Ja. Lijkt me... En daarna wilde ik ook nog bij een willekeurig kijken langs. Even kijken wat zij allemaal gedaan hebben. Misschien hebben zij wel een leuk schema voor ons en zo. En we zien wel waar de dag ons brengt. Ja, bedrijfsuitje. Boeit toch niet? Ja, zo boeit toch niet. Huh? Dit is waarom jij nog geen plus hebt. Oh shit, ik heb hem weer gered.
Nou, laten we beginnen met de eerste op de planning. En dat was eigenlijk het pingpongtoernooi. Maar willen jullie dat nog? Of zeg je, nou, laat maar. Ja, ik wil best een poging wagen, maar... Verliezen ga je toch? Kom. Hey, sorry, ja, even kaartje. Dan. Hier belicht ik genoeg. Ja, weet je, ik doe de puntentelling wel. Ja. Nou gaan we het krijgen, hoor. Oké. Okay. De winnaar krijgt de promotie. Je moet op tafel. Op de tafel, ja, ja, ja. Ik heb hem. Die telt toch? Dat gaat goed of zo? Ja, ik weet niet hoe de puntentelling werkt. Oh. Oh, je zet vinger niet. Dat is 1-0 voor meneer KB. Ja, 1-0 volgens mij. Dat is 1-0 inderdaad, ja. Ja, ik heb hier veel op oefend natuurlijk, hè? Ja, dat snap ik. Oh. Ja, ja. Oh nee, hij ving hem. Hij raakte de grond niet. Hij ving hem nog voordat hij de grond raakte. Hoi. Hoi, hoppa. Ja, 2-0. 2-0. Jesse, kom op, even je game beter. Hij heeft dan een plusje. Oh. Oh. Ja, 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 ja. 2, ja. Ik weet niet of ik dit spelletje zo leuk vind, eerlijk gezegd. Wat? Ga maar gewoon door. Doe jullie ding. Wat zeg je nou van mijn spelletje? We gaan tot de 21, toch? Ik zei, ik weet niet hoe, ja, light hoe hem op, leuk light ik hem dit spelletje vind. Nah. Hey. 3-1. 3-1. Naar hoeveel gaan we? Tot de 5. Oké. Okay. Tot de 50, begreep ik. Oeh, dat was een slechte bal. Ja, dat was een slechte bal. Dat was een hele slechte. Hij raakte het net. Staat nog steeds 3-1. Doe even een beetje afleiding manoeuvres. Oeh. Gaat hij weggooien, links of rechts. Oh. Ja, kijk. Nee, 3-1 nog steeds. Dat was geen punt. Oeh, slechte server van Jesse. Dat is weer echt weer waardeloos. Ik zou eigenlijk een punt moeten krijgen hiervoor. Nee, zo werkt het. Ja. Oeh, dat is een foute serve. Mag nog een keer. Ik mag nog een keer. Nee, dat is een punt. Nee, dat is een foute serve. Ja, je leidt me af. Ja. 4-1. Dat vind ik Oh. Je hebt wel een hele grote dat hebben we niet gezien. Dat hebben we niet gezien. Dat vond ik wel heel oneerlijk, dit. Jamie, ja, Justin, dit is jouw spel. Kan dan, hè? Kan dan, ik sluit terug. Hey, ja, 5-1 voor meneer KB. Dat betekent dat je een nieuw plusje op je t-shirt moet gaan halen. Ja, je krijgt promotie. Je bent nu chefkok plus. Ik moet aan het werk, ik hoor het. Nou, dat komt. Komt goed. En jij, ja, je bent oranje shit gast. Ja, maar ik heb deze pingpongtafel gemaakt, hè. Zonder deze pingpongtafel had hij geen plus gekregen, dus... Oké, dan is jouw nieuwe naam bij deze oranje shirt gast die de pingpongtafel heeft gefixt. Was dat op het bordje? Ja, moeten we even kijken of dat op het bordje past. Hey, activiteit 1 gedaan, leuk. Ja. Moraal van het bedrijf is tegen. Hebben we ook lunch? Ja, dat had ik eerlijk gezegd op gehoopt dat bij het vakantiepark zat. Ja, of bij de chef. Oeh, ja, jij bent de chef. Ja. Ik heb geen lunch bij me. Maar ik heb een experimenteel taartje bij me, dus misschien kunnen we die delen. Oké, laten we naar het vakantiepark gaan. Goeiedag! Hallo! Hallo! Welkom! We zijn met z'n drieën heen gelopen, maar ik vind het leuk dat je even goed goeiedag zegt. Ja, dat is toch een goed toch formeel dit inderdaad. Nu sta ik aan de goede kant. Ja. Oké, vertel verder. Nee, dit is mijn vakantiepark, ja? Ja. Nog niet af. Prachtig. Ik ben meerdere keren hier geweest, meerdere keren weggestuurd. Ik ben eindelijk een keer blij om naar binnen te gaan. Oh, ik denk door mijn butler, denk ik dan. Oh, die heb jij ook al een butler? Ja, alleen zijn butler heeft geen masker op. Dus niet zeggen tegen, want ik wil dat hele droom niet verpesten. Maar ik denk dat zijn butler gewoon hij zelf is. Niet tegen hem zeggen, dat we dat weten. Nee, oké. Okay. Ja. 1 meter naast me. Ja. Nee, laat zien. Vertel. Het wordt avond, dus we kunnen gelijk de overnachting gaan beginnen. Ja? Nou, je weet natuurlijk dat het niet zomaar een vakantiepark is. Nee. Wat is het dan? Tel. Een vakantiepark met een fabriek. Oh, hij is natuurlijk een wapenhandelaar. Daarom zijn we alliantie met jou. Wat doe je eerst? Is het vakantiepark of is het een fabriek? Nee, maar nu... Ik wil die fabriek wel zien. Ik wil ook een fabriek wel zien. Waarom verluisteren we eigenlijk? Dat weet ik ook niet, dus die niemand er wel zijn. Waar is de fabriek? Wat toevallig. Butters op de grond, die zullen vast niks doen. Ja, maar meneer. Hier komt de parkeerplaats. Ja, is die er al? Nee. Nou, laat zien. Wat is de wapenfabriek? Nou ja, kijk, moet je allemaal in vier gaan staan, je moet natuurlijk snel zijn, want je mag niet gesnapt worden. Ja, oké, ja. Moet je hier op gaan staan? Oké, doe jij maar eerst, hier? Ja. Jij moet er ook eerst direct in, hoor. Ja, ik ga erachteraan. Jeetje. Jij bent wat geheim dit. Maar dit is gewoon in de brug, dus we kunnen ook gewoon de brug in. Ja, ik ben er wel. Hé, daar ben je. Moet je doorrennen? Ja, dan gaan we hierheen. Maar... Ik vind het wel heel spannend, moet ik zeggen, dit. Ja, kijk, dit zou dan open moeten, maar dan moet geheim? Vergeten. Mm-hmm. Ja, geheim. Ja, enorm geheim. En dan? Is dit het? Dit is het. Dit is het. En de wapens die je zou leveren? Ja, maar die, dan heb je hier ook een... je zit nu opgesloten hier, maar je wilt er natuurlijk ook uit, toch? Hè? Ja. Nee, we willen de fabriek zien. Ik wou het zeggen, ik dacht dat je de fabriek ging laten zien.
dit is de fabriek. Ik kan hem niet nog verder demoveren, de demotie geven. Het kan niet erger dan oranje shirtgast die de pingpongtafel heeft gemaakt en nog geen fabriek heeft. Nou, laat het vakantiepark maar eens zien. Hopelijk is dat iets minder teleurstellend. Neem de trap. Oké. Gaat u de trap omhoog? Ik stoot mijn hoofd. Ja, dat klopt. Het is ook donker hier. Ja, dat hoort erbij. Ik zie niks. Hoort erbij. Er gebeurt niks. Ik ben niks aan het zien. Oh! Wow! Ik ben niks aan het zien. Ah, kijk, dit lijkt een normaal vakantiehuisje, maar dat is het niet. Oh. Nee. Dus en zijn we ook stiekem naar binnen gekomen op deze feng shui. Feng shui vloertje. Feng shui. Ja, alles is feng shui hier. Alles is feng shui. Nee, maar dan hier zie je een prachtige brug met een prachtige poort. Ja. Dit ja. wordt de receptie. Is er nog niet. Het is nu een dierenverblijf. Met één panda. Hey, ja. Jongens, gaan jullie lekker even tussen de bloemetjes spelen? Ik ga wel even inchecken, oké? Ja, check jij voor ons in. Ja, ik check wel even in. Kan jij panda's? Wanda de panda. Ja, maar kan ik panda's. Kan jij panda's? Nee. Succes. Kan jij toch... Dat is iets kapot aan je deur. Wat dan? Hij doet het niet. Nee? Huh? Nee. Ja, dat is het idee. Wanda de panda, ik wil graag... Waar zijn de bloemetjes? Nee, geregeld, jongens. Ja? Nou, dat ging snel. Ja. De Wanda, de Turbo Panda is dit. Kan iemand de deur voor me open doen? Ik kom er niet uit. Je moet gewoon de deurklink pakken. Oh, kijk, dat is handig. Hé, ze zei, zoek maar een mooi huisje uit, want we gaan bijna failliet en niemand woont hier. Dus... Nou, omdat het vakantiepark nog niet af is. Oh, dat verklaart die grote ruimte daar. Hé, nee. Kan je niet ons een leuk huisje geven? Dan gaan we even overnachten en dan kunnen we... Ik kan jullie een leuk huisje geven, maar wat jullie ook kunnen doen is er zelf eentje kiezen. Ik ga wel even kijken. Ik loop wel mee, inderdaad. Nou, dit is blijkbaar niet. Nee, dit echt kan een niet. Geen bed. Dat kan je helemaal niet. Ook niet. Nee, wel bloemetjes. Dat is wel leuk, maar geen bed. Zullen we deze nemen? Dat zijn we buren. Ja, dat is leuk. Alleen, heb je ook huisjes met inrichting? Of... Is dit, nee, want ik had net verteld dat het nog niet af is. JWG. Maar wat ook leuk is aan deze. Ja? Dat jullie ook gewoon naar elkaar toe kunnen. Oh, dat vind ik heel leuk. Dit wordt hem voor mij. Ja, ik heb alleen geen bed bij me. Ik lig al te slapen. Nou, gezellig ik ben jij. Ik zie jullie morgenochtend. Ik dacht dat we dan leuke dingen gingen doen samen. Ja. Kunnen jullie wat zachter gezellig. Praten? Proberen. Ja, sorry. Met reisuitjes met z'n allen, hè. Niet, niet alleen inderdaad. Niet alleen. Emig. Heb je ook een bed voor mij? Of? Moment. Ja, er ligt er ook zo mooi bij, s'avonds. Hè? Nou, nee, niks aan de hand. Probeer hier een tukkie te doen. Ik heb een bed voor je, hoor. Ah, top, dankjewel. Oh, ja. Zo! Mijn favoriet, dit. Dat is wel een mooi bedje. Dit is echt een mooi bed. Nou, we willen even zien hoe jij daar gaat liggen. Oh, ja, ja. Wel trusten. Nou, jongens. Ik wens je een goede nacht. Ja, dankjewel. Succes met je rug morgen vroeg. Het ligt heerlijk, moet ik zeggen. Ik ga gelijk even ook dat taartje proberen. Yeah. Wacht, nee, dat is geen groot succes tijdens het liggen. Dat is niet goed voor mijn darmen. Kunnen jullie weggaan? Ik probeer te slapen hier. Oh ja, sorry. Pardon. Oké, wat rusten. Slaap lekker, jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het alweer ochtend? Goedemorgen. Jemig, hey, dat voelde echt tot 2 seconden. Wacht, ik neem even mijn bed mee. Ja, ik ook. Nou, trouwens, ik laat het bed lekker liggen. Hey, leuk vakantiepark. Wacht, lekker. Waar is de koffie? Hebben we ook ergens een ontbijt zelfs, waar we kunnen eten? Nee, maar we kunnen wel gymnastiek gaan doen. Kom. Ja, dat is lekker. Op een lege maag. Nou. Ja, nou, dan verbranden we wel veel calorieën. Ja, maar die heb je niet meer, dus dat maakt niet uit. Die heb je niet meer? Je hebt geen calorieën meer. Ik heb 0 calorieën. Nee, maar je hebt ook niet gegeten, dus ik kan je zo niet verbranden. Ja, dat is het hele idee. Ja, dat bedoel ik. Welkom bij de speeltuin. Oh, er is echt een speeltuin. Is de speeltuin, wat leuk. Hey, wacht eens even. Het lijkt wel heel verdacht veel op de pingpongtafel die je bij ons hebt geplaatst. Was hij ook nou niet eens origineel? Jawel. Deze pingpong niet. Dit is een pingpongloze pingpongtafel. Ja, dat is een moeilijke. Oh, de moeilijkheidsgraad is wat hoger. Ja. Hey, waar kunnen we de gymnastiek doen? Ja, hier. Hè? Hoezo? Dit is toch een speeltuin? Ja, pingpongen. Ik wil niet weer pingpongen. Niet? Nee, ik ga wel gewoon hier. In de zandbroek. Ik ga zandbak. Is mijn kasteel, ga weg! Nee, we kunnen toch samen in de zandbak? Heb ik gebouwd! Ik ga het zeggen hoor! Aan wie? Ik wil weg hier. Oh, wacht, ik heb wel een caravan die ingericht is.
Oh, dat is leuk. En dat zeg jij nu, de dag daarna. Ik heb op een houten plankje geslapen. Ik had jullie gezegd, jullie mogen selfies kiezen. Toch? En ik kom hier nu mee dat dit de enige plek is waar wel in richting zit. Wel een hele leuke, wil even zeggen dat het een hele leuke caravan is. Hij ziet er, is hij ook echt daadwerkelijk met een bed en zo? Ik had in een bed kunnen slapen. Ik had in een bed kunnen slapen met verwarming en licht. En feng shui. Hij heeft ook gewoon, hier, hij heeft zelf gewoon een cactus op een plant. Ja, een plant op een plant. En zelfs een oven. Nah. Nou, weet je, dan ga jij even lekker ontbijt voor ons maken. Jus, en ik wacht hier wel buiten. Ja. Oh. Oké, ik maak nu kookgeluiden. Ik maak nu kookgeluiden. Wat denk je dat hij gaat maken? Ik denk iets van soep. Kookpasta. Ik denk soep. Denk Oké, lieve mensen. Ik heb voor jullie gemaakt een English breakfast. Oeh. English breakfast, kijk eens aan. Hup. En hartstikke deze. Oh, lekker, steak. Oh, ik wens ze alle twee wel. Ja, lekker. Ik denk dat het de English breakfast is, anders thuis, ik weet het anders ook niet. English breakfast is volgens mij geen steak, maar... Nee, iets met worsten, maar joh. Ik heb geen trek. Wie ziet het verschil? Daarom. Hey, ik vond het leuk bij het vakantiepark. Jawel, hè? Laten we wel ergens een review achter als het kan, of kan het ook weer niet? Nee. Want ik had voor de miljoenste keer... Dus, verder. Laten we het derde puntje op de agenda doen. Wat was het ook alweer? Even, dit is een test. De aardsvijand, volgens mij. De aardsvijand. Oh, de aardsvijand, inderdaad. We gaan een cadeautje achter. Heeft iemand een cadeautje? Oeh. Heeft iemand iets wat we bij Rick kunnen achterlaten? Ontbijt? Ontbijt, ja. Ik kan wel op een bepaalde manier mijn ontbijt achterlaten. Wil ik me wel helpen? Ja. Dan weet je, wat heb jij met toortjes vandaag? Sorry, zware vinger. Zware vinger. Hey jongens, laten we naar Rick gaan en dan zien we wel wat er daar gebeurt, oké? Okay? Ja. Dat zeg ik. We laten ons overspoelen door de dag. Ik vind het heel feng shui. Ik vind het heel feng shui. Nou kom, we gaan die kant op. Land is zicht! Oh ja. Krijg nou. Dat, ik zie het. Krijg nou, we staan naast een mega groot kasteel. En we zijn al aangeweerd. En nu zeg je pas land in zicht. Dat heb je goed gezien hoor. Dat heb je goed gezien, dat is bijna niet te missen. Een klein beetje vertragen, moet kunnen. We staan er al naast aangeweerd. Ja, maar het hoger hè. Land in zicht. Hey, maar, ja, we zijn aangekomen bij... Hij is wel bezig geweest. Hij is druk bezig geweest, Rick. Hè? Jemig, laatste keer dat ik hier was, had Justin allemaal hoofden op de torens geplakt en zo. Ja. Leuke prank was het trouwens. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik ben best goed gedaan. Jemig, hij heeft inderdaad wel even een verandering gemaakt. Ja, ziet er goed uit. Ja. Ik ben bijna onder de indruk. Ik ben bijna inderdaad. Blijf Rick, hè, dus. Hé, hey, zullen we kijken waar die spulletjes bewaart? Wat is er aan de hand? Wat is dit? Sterk al, zullen we... Ja, je zou zeggen, je mag niet andermans post lezen, toch? Misschien kan je het wel gewoon even voorlezen, anders. Ja, ik ga het waarschijnlijk even voorlezen. Beste heer Force, ga er inderdaad even voor zitten, jongens. Beste heer Force, ik hoorde van bronnen dat u een conflict had tussen u en de heer Walgnut. Waarom Walgnut? Ai, die doet pijn. Ook zag ik dat u een kleine achterstand had op uw aardsrivaal en daarom bied ik een alliantie aan om de heer Walgnut te verslaan. Wie is Walgnut? Ik heb geen idee. Hier is ook nog een teken van onze vrede tussen onze landen. Het Poninkrijk zal altijd klaarstaan in het geval van walnood. Hij heeft wel een leuke woordspeling. Het Poninkrijk zal altijd klaarstaan in het geval van walnood. Met groet, Jotte Max van het Poninkrijk. Poninkrijk. Weet je wat we kunnen doen, jongens? Nee. We zouden dit boekje na kunnen schrijven en dan een beetje dingen aanpassen en dan opnieuw erin doen. Dat klinkt dan heel als een puifplan. Ja, hè? Dat we even, zeg maar, saboteren. Ja. Heeft hij het niet al gelezen? Nou, anders zou het er niet meer staan, denk ik. Dat en zullen we ook de rewards, zeg maar, die geeft, de spulletjes, ook voor hele slechte spullen, alsof het, zeg maar, echt een heel slecht aanbod is wat het Koninkrijk biedt. Ja, hè? Ja. Oké, ik regel gewoon een boekje als jullie gewoon slechte spulletjes regelen. Ik heb heel veel slecht. Ik bewaar alles, dus ik heb wel mooi. Ja, oké. Ja. Als jij slechte spullen regelt, jij... Ik kijk maar eens huis. Kijk jij in zijn, dan regel ik een boekje. Ja, komt goed. Dit gaan we regelen. Hey, toevallig jij ook hier. Ja. Ik wou even kijken of ik hier een boekje kan stelen. Hier ligt een boekje, Help me oorlog. Help me oorlog? Ja, misschien kan je maar aanpassen. Help me oorlog, wat is dit? Ik ga hem aanpassen inderdaad. Hebben jullie een boekje nodig of hebben jullie al een boekje? Nee, ik heb een boekje inmiddels. Ik heb een boekje van hem gestolen. Ik zie dat de spulletjes al vervangen worden. Pink Dye Nethervar zit erin. De machtige broek moet ook vervangen worden. Ja, ik zit te kijken wat hij heeft. Ja, maar meneer KB is ook goede spulletjes halen. Of althans, hele goede slechte spulletjes. Wacht wel op hem.
We wachten inderdaad even op. Laten wij vast beginnen met een tekst verzinnen. Hier, als jij dit voorleest... Ik lees het goede voor. Ja. Beste heer... Ja, waar begint het mee? Beste heer Goors. Beste heer Goors. Ja, goed zo. Ja, goed. Ja, goed begin. Punt. Ik hoorde van bronnen dat u een conflict had tussen u en de heer Walgnut. Ik hoorde van bronnen dat u een conflict had tussen uw... U. Ja, tussen uw... Nee, dat kan niet. U. En de prachtige heer... Walnoot. Punt. Punt. Ook. Zag ik. Dat u een kleine achterstand had op uw aartsrivaal. Ook zag ik dat u een mega grote achterstand had. Op. Niet alleen met de basis, maar ook in het leven. op de heer Walnoot. Zo. En daarom bied ik... Twee Nether Wart. Eén Pink Die. Wat hebben we nog meer? Ik ben druk bezig. Oké, noem maar op. Ik heb nog wat Nether Rack. Hoeveel? Twee Nether. Wordt wel een lijst hoor, als je alles op gaat noemen. Ja, maar dat komt goed. Dat is het hele idee. Eén rot vleesje. Nee, twee rot vleesjes ook. Oh. Twee keer rot vlees. Een bot. Een bot. Twee dirt. Een string. Een string. Jemig. Niet verdragen. Poisonous potatoes heb ik ook nog. Bedorven aardappel. Totaal betrouwbare potatoes. Een bloemetje. Is dat het enige? Of dat is dat laatste? En een hele goede bijl heb ik ook nog. Bloemetje. Een hele goede bijl. Een hele goede is dat je. En nog wat bladeren. Dan is het mooi. Ik denk dat we het hebben zo. Wat doen we met een machtige broek dan? Is dat wel... Welke machtige broek? Ja. Welke machtige broek? Die is er niet meer. Oké, en daarom bied ik... Oké, dan heeft hij dat. Gaat hij nog? Wat komt er na, Justin? Hier ook een teken van vrede. Tussen ons. Zo. Het koninkrijk zal altijd klaarstaan in geval van walnood. Het koninkrijk zal soms klaarstaan wanneer het ons uitkomt. In geval van walnood. Die vond ik wel leuk. Ja. In geval van walnood. Punt. Met groet. Met op zich vriendelijke groet. Komma. Jultemax. Van het koninkrijk. Punt. Oké, jongens, dan hebben wij nu. Beste heer Goors. Ik hoorde van bronnen dat u een conflict had tussen u en de prachtige heer Walnoot. Ook zag ik dat u een mega grote achterstand had. Niet alleen met de basis, maar ook in het leven op heer Walnoot. En daarom bied ik 2 netherwart, 1 pink die, 2 netherrack, 2 keer rotvlees, een bot, 2 dirt, een string niet gedragen, totaal betrouwbare potatoes, een bloemetje, een hele goede bel en nog wat bladeren. Hier ook een teken van ons vrede. Het koninkrijk zal soms klaarstaan wanneer het ons uitkomt, in geval van walnood. Met op zich vriendelijke groet, Jultemax Max van het koninkrijk. Zijn we het hiermee eens? Willen we nog aanpassingen? Ik moet zeggen dat ik dit een geweldig bedrijfsuitje vind. Ja, vond ik ook. Ja, hè? Yeah. Nou, dan stoppen we die erbij in de poppie. Stoppen we die zo erbij. Wacht. Hij heet nog helpen om nog gratis naar mijn game. Dat is verdacht. Dat is wel heel verdacht. Iemand die dit wil renamen naar iets anders? Hoe heet het andere boekje? Sterke annulatie. Annulatie. Ik noem het sterke annulatie. Sterke annulatie. Even kijken. Hup. Wat zijn jullie vervelend. Hier heb je hem terug. Ja, wat doen we met dit boekje? Stoppen we wel gewoon in een barrel hier. Kijk, die stop ik wel gewoon hier in de kist. De sterke alliantie. Zo. Vindt u ooit wel een keertje? Sterke annulatie. Sterke annulatie, ook met die uitroeptekens. Ja, dit is echt overtuigend, hè? Ja, sterke annulatie. Nou, dan hebben we inderdaad een cadeautje achtergelaten bij onze aardsvijand, Rick. Ja. Willen we nog bij een kijken langs? Ik vind dat wel leuk. Hebben we een voorkeur? Allemaal op. Of even kijken inderdaad wie er zijn. Dan banaan. Oké, nou laten we erheen gaan. Jongens, het bedrijfszaakje is uitgekomen bij Jori S.
Ja. Ik ben benieuwd wat hij voor ons voorbereid heeft. Ik hoop dat ze een hele tour krijgen. Ik hoop dat hij de nieuwsbrief heeft gelezen. Ja, ja, nou, we hebben natuurlijk een brief gestuurd 2 weken geleden naar hem. Dus, nou, laat maar zien, Jori. Jori, hallo. Ja, laat maar zien. Kom maar. Kom op. Ah, ja, daar gaan we. Ja, er gebeurt iets. Mocht even duren. Hij doet het weer. Nou, Jori, laat zien. Wat heb je? Oh. Daar is hij vastgelopen. Hij is aan het nadenken wat welke tekst moet zeggen. En ik, wat eerst? Ik ben benieuwd wat hier gaat gebeuren. Wat gaan we allemaal zien? Hebben hier een prachtige waterput, zo te zien. Zo. Ze hebben hier een... Wat gebeurt hier dan? Centrale verwarming. Ja, dat weet ik ook niet. Centrale verwarming daar verderop, inderdaad. Oh, we hebben hier... Oh, waar is hij? Ah, hij is hier. Jori zit er even vast. Ja. Jori. Oh. Laat zien, Jori. Ah, kijk, hier komen we op de hoofdstraat, denk ik. Dat lijkt het is wel een heel mooi meloenenpad. Ja, meloenstraat. Ja, maar als je trek hebt, hè? Nee. Dan kan je altijd een meloentje van de grond eten. Waar gaan we heen? Oh, we gaan naar binnen. Maar een beetje, hè? Ik weet niet wat het allemaal is. Ja, het is een beetje luid hier binnen. Hé, hey, kijk! Ik hang hier. Nou ja. Wat leuk. Nou, waar gaan we heen, Jori? Wat heb je hier allemaal? Waarom klinkt het als ik op dit nat... Dit is behoorlijk zielig. Je ziet duidelijk dat Willow hier niet wil zijn. Het klinkt echt nat als ik hier overheen loop. Ja. Beetje, ja, het lekt ook hier, zo te zien. Echt ook een lekkage. Nee. Maar we gaan naar boven. Nou, jongens. Hier hebben we nog meer meloenen. Oh, dit vind ik wel een hele bijzondere inrichting, dit. Wow. Oh, hij heeft zelfs meloenen in zijn aquarium. En een kikker. Hebben kikkers niet zuurstof nodig? Ja. Volgens mij wel, hè. Gaat het... Dit gaat niet goed. Nee, dat is sneu. Ik vind het een beetje sneu, dit, wat hier gebeurt. Oh, hij heeft nog een zolder erachteraan ook. Jori, kom maar op. Wat is je... Oh, hij wil niet altijd naar de zolder gaan. Oh. Ja. Misschien mogen we gaan de kelder in. Oké, jongens. Een klein weddenschapje. Op hoeveel procent denken jullie dat er ook meloenen in de kelder zijn? Wel even 25, denk ik wel. 25? Ik denk 80. Ik denk wel een solide 60. Ja? Oké, okay, maar we gaan het zien. We gaan het zien. Heeft hij meloenen in zijn kelder? Nou. Nee. Nog niet. Nog geen meloen gespot. Nog geen enkele meloen gespot. Maar ze hebben hier wel Jopie. Jopie? En clones. Jopie clones. Wow, heel veel Jopies. Maar geen meloenen. Jammer. Ik had oprecht wel minimaal 1 meloen. Oh, trouwens, daar is kans dat daar nog wat is. Oh. En dan sloop je de boel hier. Alles om erachter te komen of er een meloen is. Wat is er voor decoratie daar aan de muur? Dit. Het zijn wel pompoenen daar. Waar? Maar dat telt denk ik niet. Ja, daar in de hoek. Oh, ik zie geen pompoenen. Daar in de hoek pompoenen, ja, inderdaad. Oeh, heel close. Maar helaas geen meloenen. Kom ik er nou uit? Oh, zo, oké. Nou, dan helaas. Ik had wel meer verwacht van Jori. Ja, valt me ook tegen. Het valt me inderdaad tegen. Buiten is wel een aantal herrie, heb ik het idee. Ja, het is wel een drukke buurtje. Ja, hier gaat buiten. Niet helemaal goed, volgens mij. Verlichting is niet helemaal in orde. Ik vind de meloenkeuze echt nog steeds heel interessant overal. Misschien kunnen we dat van wat leren, vooral dan in onze kantoor of zo. Ik kan het zeggen, ja. Voor de Feng Shui. Ik wil wel een souvenirje meenemen. Mag niet naar binnen. Ik mag ook niet. Oh jee. Okay, jongens, dit is even voor de eigenaar alleen dit. Het is even privé wat ik hier te zien krijg. Oh mijn god, dit is het beste van het bedrijfsleven. Ja, dat zal wel weer. Ja, dat dan heel erg mooi niet is. Niet te geloven dit. Vast. Oh mijn god, wat ziet dit eruit. Wat prachtig. Nou ja, maar dat weer. Nou ja. Hè? Dat was het bedrijfsuitje. Ja. Leuk. Leuk zeg. Ja, jongens, jullie moeten dit echt zien. Dit binnen, dat geweldig. Dat dus niet. Geweldig dit hier binnen. Echt waar. Wat is dat zo geweldig aan? Er is zoveel te doen hier. Je kan het ook vertellen. Er is zoveel te doen. Ik kan het gewoon niet opnoemen zoveel. Ah. Oh, dat was echt leuk. Nou, volgende uitje. Was leuk. Ja. jongens, weet je? Maar ze hebben hier nog veel meer, hè? Ja, ze hebben veel meer. Alleen ik vraag me af... Oh, dit is trouwens bij mijn basis in de buurt. Dit. Ja, als je hier een hele boot, joh. Als je hier verderop gaat zwemmen, dan kom je letterlijk bij het hoofdkwartier uit. Volgens mij eten deze dingen Rick Destroyer 1 en Rick Destroyer 2 of zo. Oh, dat zijn wel goede namen. Dat zijn hele goede namen, dit. Dat ook een gekke toeter voorop. Kijk dan. Gekke toeter, ik denk dat het een kanon is. Hey, ik wil wel een souvenirje meenemen. Ja. Van Joris' basis. Ja. Zullen we vragen om een meloen? Als jij hem gewoon even berooft. Wij leiden hem af. Laat gewoon even een meloen meenemen. Wij leiden hem af. Leiden jullie hem af, inderdaad. Ik pak wel een paar meloenen. Hoe gaan we dat doen? Ik heb wel een plan. Om Jori af te leiden. Hij is hier. Ja. Je kunt hem afleiden. Daar is hij. Jori. Hop. Ik mag er niet in. Hop. Dat is één. Ik heb er één. Het is opgevallen door Erwin. Oh. Oh nee, Jori, kom terug! Wat zijn jullie aan het doen? Nee, Jori. Tweede, het valt vast niet op wat ik doe. Hop. Ik neem voor iedereen 1 meloen mee. Hoi. Oké, jongens, goed zo. Ik heb het is vast wel blauw nu, maar verder ging het allemaal goed. Hij mag niet blijven staan. Laten we snel teruggaan. En het leuke is, we kunnen volgens mij gewoon deze kant op zwemmen. Dan komen we echt bij de basis uit. Nu wil ik het testen ook.
Kan we nou even een stuk zwemmen? Ik heb helemaal mijn zwembroek niet mee. Nee, dat maakt niet uit. Stond hier in het bedrijfsuitje. Ja, dat is het laatste activiteit, is even zwemmen. Hoe ver is het? Niet zo heel ver. Kijk, daar is het al. Hier. Wow. We zijn er al zo dichtbij als ze waren al die tijd. Ja, maar kijk, bedrijfsuitje hoeft toen niet zo ver weg te zijn, hè? Nee, daarom. Ik heb het niet naar mijn zin. Niet? Hoezo heb je het niet naar je zin? Ja, je had van tevoren even kunnen zeggen dat ik een zwembroek mee moest nemen. Ja, dat is wel raar. Voor de rest was het wel heel leuk, hoor. Alleen, regen. Ja, ook dat nog. Ook dat nog, inderdaad. Ja, laten we maar gauw naar binnen gaan. Ik wil wel dat je dit nog even oplost, meneer KB. Dit is jouw gat, jij hebt dit gemaakt. Ja, dat stond ik ook in de brief. Dat je het wel even op moet lossen. Ja, het staat in de brief, zwart of wit. Maar we gaan natuurlijk wel meer bewijs hebben dit niet bedrijfsuitje nodig. Eindigen met een pingpongtoernooi. Nee, ik heb wat leukers. Geen pingpongtoernooi. Oh, hij heeft nog wat leukers. Nog wat leukers. Leukers dan een pingpongtafel. Maar... Leukers dan een pingpongtafel. Ik ga wel even nadenken. Ik was het niet met dit gat, maar ik ga wel even nadenken. Ja. Ai. Ik heb zoveel te doen. Ik loop weken achter op mijn planning. Achter mij! Oké, jongens, welkom. Ik wil dit bedrijfsuitje wil ik afsluiten met een paar, paar dingetjes. Wacht even. Ja? Dit is toch onze grote vergadertafel? Ja. Ja, niet lullig bedoeld, maar moeten daar geen stoelen bij? Nou, weet je wat het is? We zijn... Nee. Oké, dan niet. Ja, dan ga ik ook gewoon op tafel zitten. Nee, dan is het... Sorry. Dat ik je onderbrak. Ga vooral verder. Je vergeet wederom het belangrijkste punt, de feng shui. Ja, natuurlijk. Stoelen ja. Zouden niet bij de feng shui ik passen. Ik kom wel even bij je zitten. Hey, meerdere notities voor vannacht. Ten eerste vind ik het erg jammer dat niemand over de inrichting iets heeft gezegd. Ik heb hartstikke mijn best gedaan. Ik heb deze hele pingpongtafel aangeprezen. Aangeprezen. Ja, die heb je zelf gebouwd. Dat bedoel ik. Nee, dan heb ik hier voor iedereen een souvenirje. Hier is 1 meloen voor degene die hem oppakt. En dan is hier een andere meloen. Dankjewel. Allemaal leuke meloen. Ik wil graag dat jullie die wel ergens tentoonstellen natuurlijk in het kantoor. Om ten alle tijden terug te denken aan dit leuke bedrijfsuitje. Dan nu wil ik even een momentje nemen om het experimentele taartje te eten. Ja. En? Hij leeft nog. Hoe voel je je nu? Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Het is het lekkerste taartje dat ik ooit heb gegeten. Yes. Bij deze ben jij gepromoveerd. Tot chefkok plus... Plus. Wow. Ik vind het hartstikke leuk dat hij gepromoveerd is, ja? Ik weet niet of dat gaat passen gewoon. Ik weet niet of dat gaat passen. Ik heb ervoor gezorgd dat we niet allemaal dik worden op dit kantoor, maar met een pingpongtafel. Ik heb jou toch gepromoveerd tot oranje shirtgast die de pingpongtafel heeft gemaakt? Ja, maar dat klinkt helemaal niet leuk. Ja, nou zet het maar op het bordje. Ik vind het wel leuk, Link, eigenlijk. Ja, maar ik vind hartstikke niemand leuk, leest mijn bordjes. Nee, dat klopt. Hey jongens, ik vond het leuk. We hebben een leuke activiteit gehad vandaag. Ik verwacht dat jullie ook binnenkort wat regelen. Ik bedoel, het is bedrijf met z'n allen natuurlijk. Komt goed. Zijn we mede-eigenaar dan? Ik moest solliciteren, dus ik dacht niet dat ik... Mogelijk in de toekomst. Hè? We kijken wel hoe het loopt. Oranje shirt gast die de pingpongtafel heeft gemaakt. Je bent altijd zo kritisch eigenlijk. Ja, ik wou het zeggen. Daarom zou je nooit een plusje achter je naam krijgen. Hey, ik vond het een leuke dag, jongens. Ik stuur jullie nog wel een tikkie voor alle kosten. Ik geloof dat ik moet gaan. Ja, dat geloof ik ook. En ik bedankt verwacht 2 extra plusjes. Okay. Je vergeet je meloen, hè? Nee. Die heeft hij toch die moet ik even in mijn kantoor leggen. Ja, dat bedoel ik. Ik ga hem ook even in mijn kantoor leggen. Dat is nog even belangrijk. Ach, ik hem kwijt kunnen. Hier. Zo, een mooie plek voor mijn meloen. Waar heb jij je meloen neergelegd dan? Nog heel eventjes... Ja, dat is een soort van trofee, weet je. Die dan boven mijn kantoor hangt, weet je. Waar heb jij hem Waar hebben jullie hem geplaatst? Ik heb hem gewoon naast me. Dan kan ik lekker knabbelen. Oh ja. Nou. Jij hebt hem naast je gezet. Ja. Jij hebt hem ook naast je gezet. Wat lijkt hem gewoon geplaatst. Goed dat ze die brug hebben gebouwd. Kantoor hebben. Oh, sorry, ik stap je meloen. Ja, dat is niet heel netjes. Nee, dat snap ik. Hey jongens, fijne dag verder. Ik vond het leuk. Ja, was geslaagd. Ja, was geslaagd. Leuk bedrijfsuitje dit. Moeten we vaker doen. Ik ben al weg. Ja, doei. Ik zie je nog. Nee. Verkeerde. Oh, gaat goed. Doei. Doei. Dag Justin. Dag. Kom vaker langs, ik ben Eenza. Oh, je was er nog. Ik hoopte dat je dat zei terwijl je wegging. Zou ik blijven? Nee, ga maar. Nee, ik wou ook weer helemaal niet blijven. Ik ben eenzaam, doei. Nou jongens, ik vond het een geslaagde dag. We hebben leuke avonturen beleefd met meneer KB en met Justin. We hebben hier een nieuwe pingpongtafel, alleen nog zonder de bedjes. Ik hoop dat dat gat daar beneden een keer opgelost gaat worden. Wacht. Hoezo heb je dat eigenlijk gedaan? Oh mijn god, ik dacht dat dit mijn val wel meer zou breken. Dus. Ik wou net aan meneer vragen. Wow. Ik dacht dat ik zou stuiten. Ik dacht echt dat ik hem hoog zou stuiten, maar dat is een slijmblok. Nee, maar dat brengt me wel op een idee. Een trampoline. Ik vind het een prachtig idee. Vlak bij de ingang. Oh, nee. De ingang. Ja, maar je moet wel hele goede vering hebben, dat je ook weer naar boven komt. Ja. Maar dit overleeft hier wel. Ja. Nou, dat is... Vet. Nou. Maar waarom heb je dit gemaakt? Gewoon, Tres hoor. Ik was het.
Ik dacht dat we dit al hadden afgesloten, maar jullie zeiden het nu nog. Het is een stil eentje, jullie moeten weggaan. Oké, sorry. Ja. Nee, nogmaals jongens, ik vond het een hele leuke dag. We hebben veel gedaan, we hebben een bedrijfsuitje gedaan. Soms is het leuk om in plaats van te bouwen in een aflevering, om gewoon lekker met elkaar een beetje te klooien en zo. Het glasje moet wel gerepareerd worden, dus hier ga ik Justin nog even een brief naar schrijven. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel van deze serie. Heb je die nou nog niet gezien, moet je hem zeker even kijken. En nu spreek ik later, glaasje water, tot de volgende keer.